Yo, what up gasten, welkom bij een nieuwe video hier op Banjo Town. We zijn nog altijd in de Banjo Studio, ook op deze prachtige, glorieuze, mooie, rijke vrijdag. Jazeker, zelfs op de vrijdag, dan komt Rick elke dag even weer langs. Eventjes wel, hè. Precies, gaan we even lekker samen hier tikken en doen. En vandaag kwam Rick naar mij met een prachtig nieuw fanfictie verhaal. En dat wil je natuurlijk voordragen, een fanfictie. Staat direct bij waarschuwing. Ik neem even snel een slok. Lul even wat. Doe dat maar. Dit is een fanfictie. En Bart heeft een slokje genomen. Nu gaan we horen wat er allemaal in staat. Oké, dus het begint met waarschuwing. Het volgende verhaal niet gelezen als je slecht, of moet niet gelezen worden als je slecht tegen kan of allergisch bent voor woorden, letters en what the fuck gevoel of Banjo Town. De schrijver is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de lezer. Bij het lezen van dit verhaal bevestigt u dat u de waarschuwing heeft gelezen. In jullie geval, jullie hebben hem gehoord. Ja. Oké. Het heet Vincent's Wraak. Oeh. Bardo, Yuri en Dennis zaten op het treinstation te wachten op Rick, die wat later was door met vertraging van de NS. Terwijl ze wachten, vertelden ze flauwe grappen aan elkaar. Na een kwartier gewacht te hebben, zagen ze Rick aankomen lopen. Zijn trui zat onder het bloed en hij had een blauw oog. De drie jongens keken geschokt. Wat is er gebeurd? Vroeg Bardo. Ik betastte de conducteur, die mij toen een klap gaf in mijn gezicht, waardoor ik even mijn evenwicht verloor en op een hondje viel, antwoordde Rick. Dat verklaart het bloed en het blauwe oog, zei Dennis. Het groepje van vier vertrok vanaf het treinstation even langs de supermarkt voor wat drinken naar de Banjo Studio. Toen ze uit de supermarkt kwamen, zagen ze iets van 50 meter verderop een man met een Donald Duck kostuum aan, die op de foto ging met kleine kinderen. Dennis zei direct, oeh, ik wil ook meteen op de foto. Ben je daar niet een beetje te oud voor, zei Bardo. Ach, nee joh, hij zit in een rolstoel. Hij mag dat, antwoordde ik. Dat zou ik wel gezegd hebben. Eindelijk, iemand die weet dat Dennis in een rolstoel zit. We hebben heel veel dingen van. Heel veel mensen die dat niet weet? Nee, er zijn heel veel mensen die Dennis renden samen met Bardo, dat je denkt, ja, je weet niet wie Dennis is. Dus nee, dat is leuk, want Dennis is gehandicapt. Leuk, want hij is gehandicapt. Ja, in principe, Dennis is de enige gehandicapte YouTuber van Nederland. Woo! En hij is van Banjo Town. Hij is van ons! Yes! Oké. Toen ze uit de supermarkt kwamen, lalalala. Dus ze gingen naar de man in de Donald Duck pakken om hem te ontmoeten. Ja. Nou, wie zou dat nou zijn? Toen Bardo een foto wil maken, zette Donald Duck zijn masker af. In het pak zat Vincent, die in een hap Dennis ophad met rolstoel en al. Bardo, Rick en Yuri keken geschokt op en verbaasd naar Vincent, die zojuist een invalide vriend had opgeschonken. Vincent, waarom deed je dat? Vroeg Bardo. Denk je dat ik dit nog langer pik? Elke keer als jullie bij mij komen, legen jullie mijn koelkast. En nu neem ik wraak, antwoordde Vincent. Bardo en Yuri en Rick begonnen naar de Banjo Studio te rennen, met Vincent in een Donald Duck pak achter hun aan. Toen ze na 10 minuten rennen bij de studio aankwamen, zat Vincent 20 meter achter hun. Ze renden snel naar binnen en deden de deur op slot. Rick zei, wat moeten we nu? We zitten hier wel. Maar hoe komen we hier weg zonder langs Vincent te komen? Wat een rare zin. Yuri wou net antwoorden, maar een aarzend geluid onderbrak hem. Ze keken het aan. Het was Vincent die door de deur aan het zagen was. Hoe komt die kerel in godsnaam aan een zaag, vraagt Bardo. Dat doet er niet toe. Snel klimmen. Het is echt, dit gaat heel snel. Ik dacht dat jij het gewoon zei. Gewoon naast verhaal, hoe komt die aan een zaag? Maar dat zei het verhaal Bardo ook al. Ja, Bardo in het verhaal zei het. Vroeg Bardo, ja. Doet er niet toe. Snel, we klimmen uit het raam en splitsen ons op. Hij kan ons niet alle drie tegelijkertijd eten, zei hij. Dat is waar. Oké, voordat het einde. Ik heb hier het einde. Dan gaan we gokken wat het einde wordt. Ja, wat wordt nu het einde? Ik denk bloederig. Ik denk sowieso allemaal dood. En misschien iets met seks. Ik verwacht een dood van of jou of mij. Eén van ons twee gaat dood. Wat? Zit Jordi eigenlijk niet in het verhaal? Jordi wel. Maar Jordi die komt heel weinig naar voren. Wij komen zo vaak naar voren dat of jij of ik moet dood. Ik denk juist Jordi is niet belangrijk. Misschien is het juist Jordi dood en dan is hij van ach, het was Jordi maar einde. Dat is wel meer verhaal. Ik schrijf het daarbij aan. Even kijken, hier komt het. Toen ze bij het raam aankwamen, zagen ze dat het gebarricadeerd werd door een enorme cheeseburger. Die hadden we allebei niet aangekomen. De hoop leek verloren totdat opeens de kast open ging. In de kast zat Jordi. Ja. Hij zei, jongens, kom snel hierheen. Achter deze kast zit een geheime tunnel. Dus de jongens volgden hem
wordt misschien ooit. Oh, Jordi, we gaan vragen. Kijk, we kunnen vragen uit nog een team. Oh, ja. We kunnen bellen en dan vragen: zou Jordi doodgegaan zijn in het vervolg? Ja, we willen gewoon alleen het einde weten, Bram. Van Bram, fucking wie ook ben, boeit dit einde. We willen weten wat. Oké, even een nummertje overtypen. Lul, dus maar verder. Ik heb zo'n gevoel dat die kast met die tunnel zomaar naar Narnia gaat leiden of zo. Ja, dat zal wel een hele nieuwe verhaallijn openen natuurlijk. Ja, ik pak ook heel veel een microfoon. Die staat hier iets voor de neus. Ja, dat is handig voor het bellen als je even zo dichtbij staat. Het geluid aan. Check. Ja. Perfect. Hallo met Bram. Hallo Bram, u spreekt met Anton van de Belastingdienst. Hallo Anton van de Belastingdienst. Het is ook echt bagger. Yo, en Bardo. Hey Bardo! Yo kerel, ik zie je vandaag met Rick! Hallo Anton! En wij hebben... Anton? Nee, hij heet Bram! Pak gewoon jouw naam, hallo Anton! God. Helemaal door! Sorry Bram, je zit nu live in een Banjo Town video, man! Ja, dat dacht ik al! Hey gozer, we hebben net je prachtige fanfictie verhaal gelezen. Ja? Eén vraagje sowieso, hoe lang ben je hiermee bezig geweest? Een uurtje. Een uurtje? Wow, lekker bezig. Kijk, wij hebben nu het net gelezen en we zitten hier met alle kijkers en we hebben heel veel vragen richting jou. Mogen we er een paar stellen? Ja, tuurlijk. Nou, onze grote vraag was wel, we gingen namelijk het laatste kantje, gingen we zelfs een wedstrijdje doen wie het einde kon raden. Alleen, wij hadden allebei gegokt dat Jordi dood zou gaan en de rest niet. Kun je daar wat licht op schijnen misschien? Sorry, ik kan niet zo goed, heel goed verstaan. Heb je het verhaal in je hoofd al verder uitgeschreven, zeg maar? Ik versta je echt niet. Oh, Rick, eigenlijk we zijn heel erg benieuwd. Wat gebeurt er met Jordi in de kast? Jordi zit nu in de kast, hij gaat doen... Oh, Jordi. Oh, dat... Ja, jullie willen naar binnen, zeg maar. Mm-hmm. Maar Bardo was net niet door. Oké, dus Vincent die eet mij op. Ja. Ik zei het tegen Rick, ik ga dood of Rick gaat dood. En dan Jordi en Rick, die zijn veilig door de kast en die leven lang en gelukkig. Ja, in de kast. In de kast. We altijd samen in de kast. Oh, wauw. Goed nagedacht, Bram. Goed verhaal dit. Ja, bedankt. Ja, man. En heb jij, want je bent nu live op Banjo Town, wil je iets kwijt aan de kijkers? Wil je iets vragen aan ons? Dit is het moment. Ja, Rick is wel de beste van Banjo Town. Oké, okay, leuk dat je er was, Bram. Grapje. Hey, wil je iets vragen aan Rick? Dan geef ik je gewoon aan Rick. Nee, eigenlijk niet. Nou, oké, doei. Hey Bram, bedankt voor je verhaal, man. Ja. Oké, hey, fijne middag, jongen. Hoi, hoi. Ja. Hoi, hoi. Doei. Nou jongens, dat was Bram. Bram Boelman, heel erg bedankt voor je verhaal nogmaals. We hebben echt hiervan genoten. Genoten. En nogmaals, ik vind het heel mooi dat ik niet met deze twee flikkers in de kast hoef te zitten. Bram, ik ben dood. Je zit liever gewoon lekker in Vincent in de buik. Ja, eigenlijk wel. Wie niet toch? Jongens, heb jij ook een fanfictieverhaal dat je ons toe wil sturen? Dat kan. Boom! Banjamovies@gmail.com. Stuur je fanfictie vooral naar ons toe en wij behandelen alle fanfictie die wij leuk vinden. Die er een beetje degelijk uitziet. Die microfoon. Die sprong er beter in de lucht. Dat ga je horen. Ja, dat ga je inderdaad goed horen in de video. Bedankt voor het kijken. Aankomende maandag zijn we er weer 12 uur op Banjo Town. Weyo. Hoi.